En hij zei vanochtend van ja, die start, dat is gevaarlijk, dat is moeilijk. Want het is maar zo'n 100, 110 meter en dan is het heel scherp naar links. En dan een doordraaiende bocht van zeg maar 180 graden en onmiddellijk weer naar rechts. Er zit een knik in, je kunt niet gewoon je lijn blijven volgen. En dat zal het heel moeilijk maken. Gordon Crockett, de winnaar van de eerste wedstrijd vorige week in Talavera de la Reina in Spanje. Die, terwijl we naar Danny Tybus, de Belg, kijken, hier Remy van der Ees zien. Die heeft uitstekend ook nu weer getraind. Hij staat erbij op een 8e plaats in totaal. Dat is 4 in zijn training. En hier komen die mannen voorbij. We zagen daar Wende de Wit. En hier met nummer 20 Colin Duckmore. De mannen van het KTM Millennium Team. Die bijzonder goed uit de startblokken zijn geschoten. En dat mag je zeggen. Thierry Seppelak. Ook hij keurig geclasseerd. Daar het nummer 69. Claudio Federici. Paul Cooper die we hier zien. Dan zijn we bij Marco Kovalainen. Mannen die we ongetwijfeld straks zullen zien in de wedstrijd. Josja Koppens, goed getraind gisteren. Dan bij Gordon Crockett, daar is hij. En hier is de man met nummer 1, Frederik Balli. Balli die als 6e op de startlijst staat. Daar is het 22, Justin Morris, heel verrassend. En daar staat dan dat hele veld gereed. 40 minuten en 2 ronden bij de tweede wedstrijd om het wereldkampioenschap in de 250cc klasse. Eerste manche, het Remy van Rees ongeveer in het midden met de groene outfit. We zitten vlak voor de start en daar gaat dan dat hele veld weg en ik ben uiterst benieuwd of dat goed gaat. Ik dacht dat de eerste Josja Koppens was en daar een valpartij eronder in. Ja, daar kon je eigenlijk op wachten. We gaan kijken of we daar goed uit zijn gekomen. Zeker wat de Belgen en de Nederlanders betreft. Mikel Machiot is de man die het goed doet. Daarachter dacht ik te zien. Mikel Pichon. Het is Pichon. De man met nummer 15. Prachtige opname. Maar het wachten is natuurlijk op Remy van der Ees. Zit hij erbij of zit hij er niet bij? Moeilijk te zien vanaf mijn positie. Ik had even de indruk van wel. Hier is de man die toch wel tot de grote favorieten gerekend mag worden. Mikel Pichon. De man die in het Suzuki team eigenlijk Leon Gysbus van zijn plaats heeft veroverd. Of heeft weggeduwd. Daar ligt de Machiot. De sterke vervanger van Marnik Berfoets in het Kawasaki Racing team van Jan de Groot. Maar het is duidelijk dat deze Mikel Pichon er absoluut geen gras over laat groeien. Zo'n 5.000-6.000 toeschouwers schat ik hier. Prachtige weersomstandigheden. 17,5 graad. Wel vrij veel wind. Maar goede weersomstandigheden. En u kunt het ook zien aan het opstuivend stof. Het is de strijd tussen vooraan Mikel Pichon en daarachter dus met nummer 6 Mikel Machiot. De Suzuki tegen de Kawasaki. Mooie strijd tot nu toe en kijk eens hoe ver Pichon eigenlijk al bezig is weg te lopen van de rest. De eerste ronde zit er bijna op. Nog één bocht naar rechts. Dat is deze bocht. Voor onze commentaarposities. En dan zit die eerste ronde erop. Pichon, Machiot, Pitbeirer als derde. Balli vierde. Josja Koppens, Justin Morris, Mark Jones. Dan hebben we de 7 gehad. Dan op de 8e plaats. Blikstad, De Wit. Vevelainen, Kovalainen, Federici, Zanni, Cooper. Danny Tybus, Concalves, Duckmore, Even, Foos. En ik zoek maar naar de naam van Remy van Rees en ik zie hem nog steeds niet.
Dat zou toch wel een enorme teleurstelling zijn. 27e komt hij door op een achterstand van 25 seconden. Remy van Rijs dus betrokken bij die valpartij. Hij was er al zo bang voor die eerste bocht. En het verschil ten opzichte van Pichon en Machio in de eerste ronde was dus 1 seconde. En dat zijn de grote namen die we voorin zien. En wat hadden we daar graag Remy van Rijs bij gehad? Maar dat mag niet zo zijn. Prima start dus ook van Werner de Wit op de 9e plaats. De Wit die in de trainingen klaagde over veel te weinig grip. Maar op het moment dat het moest, een prima ronde neerzetten. Danny Tijbers op de 15e plaats. De mannen van het Millennium KTM team die doen dat wat dat betreft bijzonder goed. En op de 16e plaats, de enige Portugees, Goncalves. Die achterop zijn pak heeft staan, Speedy Goncalves. Het begin is dus goed. Van Rijs en Eliasson die dus dan daarachter nog komt. En ook Pierrick Paget en Nicolas Charlier waren betrokken bij die valpartij. En dat is vooral voor Charlier erg jammer. Reed een voortreffelijke kwalificatie gisteren. En de tweede in zijn groep werd de vierde in het totaal en stond dus in een van de betere posities. Piet Beirer op jacht naar zijn ploeggenoot Mikel Machio, die daar dus vlak vooruit. En de man die daar nog verder vooruit, Michael Pichon. Pichon vorig jaar, na een lange tijd in Amerika gereden te hebben, weer teruggekomen. Een beetje gedwongen terugkeer. Deelde een klap uit en dat werd niet gewaardeerd. Het was nog de verkeerde figuur overigens ook. Van Michael Pichon blijft op 1/3 seconde voor Machio en Beirer die er dan vlak achter zit. Bolly, Coppens, Morris, de 6e plaats al op 7 seconden. En Michael Machio die kan dus ieder moment die aanval van Piet Beirer verwachten. En daar zagen we ook al het rode shirt van Frederik Bolly, de huidige wereldkampioen. Prachtige sprongen, het is een schitterend circuit. De man die er niet bij is en die u ongetwijfeld al gemist zult hebben, is de Amerikaan Ryan Hughes. Hughes die zijn pols gebroken heeft op een hele aparte manier gisteren. Maar hij is er dus absoluut niet bij. Nog steeds dus aan de leiding Michael Pichon. Daarachter dus Machio, dan Beirer en Bolly. En Ryan Hughes nam gisteren een van de sprongen zo ver dat hij eigenlijk in een andere bocht terecht kwam dan de bedoeling was. Hij kreeg daardoor een enorme klap als het ware op zijn pols. En dat schijnt de reden te zijn dat die pols gebroken is. Het schippersbotje. Hij heeft het vanmorgen wel geprobeerd bij de starttrainingen. Hij heeft geen ronde gereden, is naar het hospitaal geweest. Daar zijn foto's gemaakt en is de diagnose gesteld. Vliegt vanavond naar huis, gaat morgen naar München en hoopt met een speciale ingreep aan zijn pols dat hij over 2 weken weer aan de wedstrijden kan deelnemen. Het lijkt me een vrij optimistische gedachte gezien de aard van de kwetsuur. Maar het zou toch wel erg jammer zijn als hij lange tijd uitgeschakeld is. Miguel Machiel en Piet Beirer. Mooie strijd. Nee, het is Bolly die erachter zit. Pichon, Machiel, Beirer, Bolly, Coppens. Dat was de situatie in de eerste doorkomst. Tweede doorkomst ook. Werner de Wit op 9. Tijbers op 15. En we zijn bezig aan het volmaken van de derde. Beirer is dus inmiddels de tweede plaats doorgestoomd. Bolly Machio inmiddels voorbij. Machio die dus wel sterk gestart is. Maar nu toch wat moet inleveren. En aan het wiel van Piet Beirer dus nu Frederik Bolly. Pichon steeds verder wegloopt. Remy van Rijs vinden we op dit moment op de 23e plaats. Achterstand 37 seconden.
Pickup Pichon van 13 februari 1976. 24 jaar dus, geboren in Le Mans. Nu wonen in La Chapelle Saint-Aubin. Wel veel in Amerika gereden. Eerste race in 1983. En hij won zijn eerste Grand Prix in de 125cc klasse in Frankrijk. Circuit van Sourdival in 1994. En hij won ook de 250cc klasse finaal. De Supercross in Amerika. Het zijn prachtige resultaten. Hij toont hier met die 4,5 seconden op Pit Beirer dat het een menes is. Ja, wie je eigenlijk ook sprak in het rennerskwartier en om een prognose vroeg, iedereen kwam wel met Miguel Pichon. Dat was de snelste in alle tijdtrainingen die hij reed, in alle officieuze trainingen, maar ook in de kwalificatietraining. Waar hij samen met Pit Beirer als enige in de 2.14 reed. In de 2.15 reed helemaal niemand. Dan waren de 2.16 mannen aan de beurt. Mooie strijd hier. Het aandringen van de man aan de buitenkant. Die wordt lekker klemgezet, zou je kunnen zeggen, door Pit Beirer. Die man aan de buitenkant is Frédéric Ballet. Ballet die in de tussenstand om het wereldkampioenschap zevende staat op de Pama Honda. Als tweede in de eerste heat in Talavera de La Reina. En in de tweede heat viel hij uit. Vier ronden gereden. Pit Beirer, achterstand van 6 seconden. Ballet 6 seconden. Machio 10. En het is vooral die strijd om de tweede en derde plaats die heel mooi is. 6 seconden weggelopen dus al. Pit Beirer. Gaan we de rij verder langs. Pichon Pichon die dus verder wegloopt. Op een 8e plaats nu Werner de Wit. Alexander Zanni 9e. En Claudio Federici op de 10e plaats. Danny Tybus 13e, dat doet hij erg goed. Peter Even 15e. En Damien Deneel, de Belg, op de 20e plaats. En Crockett vinden we terug op plaats 13. De Noord-Ier toonde zich gisteren toch heel tevreden over de training. Pemi van Rees nog steeds op plaats 23. Is nu naar 21 doorgeschoven. Vooraan nog steeds dus die strijd op de tweede en derde plaats tussen Pit Beirer. Voorop en daarachter de wereldkampioen. De man met nummer 1, Frédéric Ballet. Maar wel op zo'n 6 seconden achterstand van Pichon. Daar is de aanval van Ballet. Waar komt hij er langs? Hij zit goed en hij komt er langs. Frédéric Ballet. Prachtige passeerbeweging. Hij is Pit Beirer voorbij en kan op jacht gaan naar zijn landgenoot Michael Pichon, die dus op de eerste plaats rijdt. Wat is die Ballet gegroeid, zeg, in dat jaar waarin hij wereldkampioen werd. Fantastisch gereden. Mooie prestatie. We gaan kijken naar zijn achterstand. 6 seconden, 4/10. En nu kan hij, nu het pad vrij is, op weg naar Michel Pichon. Michel Pichon, die 5 ronden heeft afgelegd inmiddels. Van de 40 minuten en 2 ronden die er dus op het bord stonden bij aanvang van de wedstrijd. Scherp rijdend. Bali. Tien heats won die vorig jaar. 6 Grand Prix. En hier nog een keer dat moment dat Bolly Pit Beirer passeert. Nee, dat is het moment ervoor dat Beirer Fred Bolly dus nog klem zette. Maar later was het dus wel zo. En kijk hoe Fred Bolly wegloopt van Pit Beirer.
op weg naar deze man, Michael Pichon. Die op dit moment nog rustig kan rijden. Maar ongetwijfeld straks vanuit de pits het sein zal krijgen van let op, Pally komt eraan. Vijf ronden. En de achterstand van Remy van Rees is inmiddels 49 seconden. En de beste Belg is Werner de Wit op de 9e plaats op 29 seconden 14e. Danny Tijbers 12e, Peter Even 15e. Soul of the 1985 GSXR, the motorcycle that created the race replica category, and placed it into the newest GSXR. Introducing the 2000 GSXR 750 from Suzuki, the soul of a champion, reborn. And a new era in world motocross has arrived. Action Group International and the FIM bring together the 125, 250 and 500 classes in new triple header events, the biggest presentations of motocross ever. Join us and thousands more to make motorsport history on these dates. Hello. Darling, it's me. Be an angel and get me some things at the airport. I need some more makeup and some perfume. Darling, I have to return the rental car. Hand in the keys, wait to pay. There just won't be time. Europe Car. You rent a lot more than a car. Naar Michael Pichon, de leider in de eerste heat van het wereldkampioenschap 250cc-klasse, tweede wedstrijd in Águeda in Portugal. En u ziet dat Fred Bolli inmiddels de achterstand van 6,4 heeft teruggebracht tot 5,7. Inmiddels uit de wedstrijd Yves de Maria. Yves de Maria die in de derde ronde opgegeven heeft. U ziet het hier in beeld. En dit is Michael Pichon. Zijn voorsprong slinkt dus wat. En is inmiddels 5/2 seconde. 2/10 slechts goed gemaakt. Fred Bolli in de voorbijgaande ronde. Na 7 ronden dus. Michael Pichon. Die de snelste rondetijd neergezet heeft van 2:19.3. En dat is dus in vergelijking met zijn kwalificatie zo'n 5 seconden langzamer. Maar dan wordt ook alles op één ronde gegooid. Worden de motoren aangepast. Wordt eigenlijk alles zo goed mogelijk geprepareerd. En dus niet vergelijkbaar. En hier staat Ryan Hughes. In practice, what happened exactly? I overjumped the jump yesterday in practice, and I landed pretty hard, and might have broke my wrist. I took some X-rays today, but they still don't know if it's broken or not. So tomorrow I go to Germany to a specialist, and he takes different kind of X-rays. And if it's broken, then I have surgery, and they say 14 days I should be able to race again. So. I'm hoping to make the next race. You missed one race in Spain last weekend. You missed two races now. Do you think it's still possible for you to be world champion this year? I don't know. It's difficult, you know. I just have to, I can't think about what has happened. I got to look forward and
you know, each race I get to, try to win every race. You know, I can't try to be consistent. I have to try to win every race. And if I do that, then yes, you know, possibly be, can still be world champion. But, you know, I just got to take one race at a time. It's a disappointing beginning of the season for you this year, especially as you have a very good bike. Yeah, you know, the Honda, the Pomo Honda is working. It's working unbelievable. It's the best bike I've ever ridden, and yeah, the start of the season has been good and has been bad. You know, I missed the first race in Spain, but I won the second moto. Then coming here, you know, I injured my wrist, so it's a little bit disappointing. But you know, like I say, I can't look at what has happened. I gotta look what's going to happen, and you know, I'm hoping I can change my luck and to win some GPs. Thanks, Ryan, and hope to see you in Valkenswaard. All right, thank you. Ja, of Ryan Judson in Valkenswaard 2 april bij is, moeten we natuurlijk even afwachten. Begin van het interview hield in dat, terwijl Remy van der Rees dus opgegeven heeft inmiddels, dat hetzelfde verhaal dat ik u al verteld heb, zijn pols gebroken, al verstrekt bij een te grote sprong. En dus de pols gebroken, gaat morgen naar München en hoopt dus over 2 weken na een operatie weer erbij te zijn. Erg teleurgesteld natuurlijk, ook al omdat hij vorige week al een heat miste. Het wordt dus moeilijk om wereldkampioen te worden. En zo zegt Ryan Hughes, ik zal eigenlijk iedere wedstrijd moeten winnen. En dat is zeker zo teleurstellend, omdat hij dit jaar over een uitstekende motorfiets beschikt. De beste waarop hij ooit gereden heeft. Zo zei dus Ryan Hughes, de Amerikaan, vorig jaar 4 in het wereldkampioenschap, die er dus nu niet bij is. Het verschil tussen Pichon en Bolli is teruggelopen tot 3/4 van een seconde. En langzaam maar zeker, en dan mag u dat langzaam zelfs nog tussen haakjes zetten, komt daar Fred Bolli in de richting van Pichon, die we hier prachtig zien springen. En u ziet de strijd verder onder in uw beeld voorbij komen. Damien de Niel, 20e nog van race, maar die is er dus inmiddels uit. Net als Yves de Maria. En misschien dat Remy van Rees straks dan in die tweede heat toch nog weer wat beter zou kunnen presteren. Michael Pichon, en daar is zijn schaduw. Hier komt Frédéric Bolli, de wereldkampioen. Nee, dit is hem nog niet. Want we kijken eerst naar Joshua Coppens. En die wordt dan achtervolgd door Justin Morris. Coppens en Morris. Coppens en Morris dus op de 5e en 6e plaats. Machio zit daar nog voor. Pitbeirer, Bolli en Pichon. De mannen hierachter heten Zanni, Cooper en Federici. Danny Tijpes naar 11. Wie mis ik dan? Werner de Wit. Teruggevallen naar de 17e plaats. Peter Even 13e. En Damien de Niel op de 19e plaats. De Wit dus teruggevallen. En tegen de top 10 aan zit nu Danny Tijbers. En een mooie strijd. Die strijd tussen Coppens en Morris op 5 en 6. We hebben inmiddels 9 ronden gehad in de eerste heat. En het verschil tussen Machio, de 4e plaats in Coppens, dat kregen we in beeld, dat zal zo rond de 10 seconden zijn. En vooraan is het verschil tussen Michael Pichon en Frédéric Bolli nu 2,2. Beide erop, 2 seconden daar weer achter. Machio 6 seconden en 4 seconden daar weer achter. En dan dus die 11 seconden ten opzichte van Coppens en Morris. De mannen die je hier dus steeds in beeld hebt. Goede positie voor Danny Tijbers. Die kan dan eventueel die 10e plaats van Federici nog overnemen. Maar Federici is gek van dit circuit. Die vindt het prachtig. En kan hier goed op geworden. Voorop dus Joshua Coppens. Daarachter Justin Morris. Justin Morris die een van zijn beste prestaties neer gaat zetten. Van Coppens zijn we dat langzamerhand gewend. En hier de strijd vooraan. Want dit is natuurlijk de strijd waar het om gaat. Terwijl we nog even terug zijn bij Joshua Coppens.
En de strijd die we willen zien is natuurlijk de strijd tussen Fred Bolli en Michael Pichon. Terwijl we nog steeds bij Coppens en Morris zijn. Middels 9 ronden gehad. 2,2 is het verschil ten opzichte van Bolli. En Beieren daar dus nog steeds zo'n 2 seconden achter. En Fred Bolli zit op minder dan een seconde. U ziet het hier. Pichon en Bolli. Oh, wat wordt dit een mooie wedstrijd, zeg. Wat is dit nog spannend? Michael Pichon, die zo'n 6 seconden wegreed. Toen leek er helemaal niets aan de hand. Bolli had moeite om Pitbeiren voorbij te komen. Maar toen hij er één keer voorbij was, ja, toen ging hij dan ook als een furie naar het achterwiel van Michael Pichon. En die kan erop wachten, want die aanval gaat komen. En vlak ook Pitbeiren nog niet uit, want die zit er vlak achter. Het verschil Beirer ten opzichte van Pichon was 2,5 seconden. Inmiddels uit de wedstrijd van Rees, Paget, De Maria, Vrijbergs en Chalier. Dat zijn de mannen die dus opgegeven hebben. En hier ziet u de stand de eerste 12 met Danny Tijpers, de Belg, dus op de 11e plaats. En Danny die gedijt goed in dat KTM Millennium Team. En teruggevallen dus Werner de Wit naar plaats 17. En de andere man uit dat team, Colin Duckmore, op de 14e plaats. KTM's doen het dus goed. Het wachten is op de aanval. En het lijkt erop dat we een kopgroep van 3 hebben. Voorop dus de man die dat eigenlijk al het gehele weekend heeft laten zien. Michael Pichon. Daarachter dus Frederik Bolli. En dan zien we de man die nu weer iets verder achterop raakt. Pitbeirer. Het is natuurlijk moeilijk om na zo'n 2 wedstrijden, waarvan de tweede dan nog niet eens afgelopen is, want daar hebben we nog 14 minuten 25 en 2 ronden te gaan, al iets te zeggen over dat verloop van dat kampioenschap. Maar duidelijk is wel dat favoriet Beirer meedoet voor die titel. Maar dat Fred Bolli en Michael Pichon toch zeker zo gevaarlijk zijn. Pichon, vorige week 2 keer derde, 30 punten, staat 3 punten achter Gordon Crockett. Gordon Crockett die teruggevallen is naar de 16e plaats. En dus niet meer van belang is. Althans in deze heat. Die gaat dus flink punten inleveren. En zal nog een plaats op moeten schuiven. Wil die überhaupt 1 punt pakken? Pichon. Ja, dat korte wenden en keren, dat kan hij natuurlijk als geen ander. Met zijn enorme ervaring in de Amerikaanse supercross competitie. En Bolli blijft er voorlopig achter. Daar heeft hij patent op, dit soort sprongen. En precies tegen draads is dan het springen van Pitbeirer. Maar beide dus achter Michael Pichon. Die tot nu toe een uitstekende indruk achterlaat. Danny Tijpers, de Belg, zitten we dus terug op plaats 11. En zit minder dan een seconde achter de Federici. De tweede man dus uit het wereldkampioenschap in de 125cc klasse vorig jaar. Maar dit zijn de mannen om wie het gaat. Allereerst op Suzuki, Michael Pichon, dan op Honda, Bolli, Kawasaki, Pitbeirer. Dan op enige afstand Massio, eveneens op Kawasaki. En dan Joshua Coppens, de vijfde man. En het lijkt erop alsof Mikko Maschio gewoon die gaskraan weer iets meer opengezet heeft. Zat op minder dan een seconde. Het verschil is nu meer dan een seconde. En Pitbeirer komt in de buurt van Fred Bolli.
Ja, en Baarle zou wel eens de lachende derde kunnen worden. Maar voorlopig laat Pichon zien dat hij niet voor niets al die hele wedstrijd aan de leiding gaat. Wat een daverende start en weet ook nu nog steeds Frederik Bolli en Pit Beirer achter zich te houden. We zijn zo terug naar de reclame. En 12 seconden nog in de eerste heat in Portugal. En Michael Pichon heeft de aanval van Fred Bolli, die die plaatste tijdens de reclame, afgeslagen. Het leek erop dat Bolli hier langskwam. En Beirer die wordt dan meegetrokken. Het zijn die drie die uit gaan maken wie de eerste manche hier in Akeda gaat winnen. Michael Pichon, Frederik Bolli en Pit Beirer. Pichon en Bolli, dat zijn de voornaamste kanshebbers. Alleen. Wonnen. Hij won er één op Kawasaki, de andere zes op Honda. En Michael Pichon weet in ieder geval tot op dit moment, terwijl we minder dan 9 minuten en 2 ronden hebben te gaan, minder dan 10 minuten, die aanval steeds af te slaan. Weer een ronde die erop zit. De 13e ronde. Beirer zit op 2 seconden op die derde plaats. Daar is die. Die zal graag naar voren willen. Masio op 8 seconden van de leider. En die leider wordt opnieuw aangevallen. Het is niet zo heel gemakkelijk passeren, omdat er eigenlijk maar één baan loopt. Remy van Rees gaf dat vanochtend al aan, dat hij zei van ja, het is moeilijk. Maar kijken wat nu Fred Bolli kan doen. Het zal de andere lijn kiezen moeten zijn en dan goed uitkomen. Weinig veranderingen verder. U ziet die namen onderin uw scherm voorbij komen. En na het afhaken van Marnik Berfoets en Stefan Everts is dus voorlopig Danny Tijbers met een 11e plaats de man die het Belgische heft in handen heeft genomen. Peter Even op 13. En Werner de Wit op de 18e plaats. Damien de Niel op de 20e plaats. En voor de mensen die later ingeschakeld hebben, Remy van Rees dus na 7 ronden. Een opgave. Viel zat in ieder geval bij de valpartij naar de start. Heeft nog steeds wat last van zijn pols. En misschien dat ook dat weer opspeelt. Zure die al in Gemert opliep bij het Open Nederlands Kampioenschap, de tweede manche. Toen is zich heel optimistisch vanochtend. En dan zit het dus echt helemaal tegen. Pichon doet goede zaken. Komt met een overwinning op 45 punten. Skokka dan voorbij, weet dat Ryan Hughes geen punten kan pakken. Dat Paul Cooper er ver achter zit. Koepen die we terugvinden op plaats 8. Stond de vierde man in de tussenstand om de wereldtitel. De eerste man die dan echt een bedreiging is, Pit Beirer op 5 en Frederik Bolli op 6, op 7 laat ik het goed zeggen. Die respectievelijk 19 en 17 punten hebben, die komen dan duidelijk verder achterop.
Maar zover is het nog niet. Nog 6 minuten en 45 seconden. En nog 2 ronden. En Pit Beirer zit als een waakhond te kijken naar de strijd voor hem. Tussen Miguel Martial. Nee, tussen Miguel Pichon en Frederik Balli. Het verschil is maar weinig. Een één foutje en je bent er geweest. Heel consequent rijdend, u ziet het. Pichon lijkt wat verder weg te lopen. Want ik mis Balli. Daar is die pas. Of is dit Beirer? Het is erg moeilijk te zien, maar één van de beiden is uit die wedstrijd. Dat wil zeggen, zit niet bij de eerste. Miguel Pichon is het wel. En dit is Pit Beirer. Dat betekent dus dat Fred Balli weg is. Het leek er al even op bij het inzetten van de sprong. En we krijgen het hier dan te zien. Hier is Pit Beirer. Daarvoor rijdt dus de man met nummer 15, Miguel Pichon. Pit Beirer, dus nu op de tweede plaats rijdend. Omdat Fred Balli eruit is. Althans, gepasseerd is. En Miguel Pichon kan opgelucht ademhalen. Althans voorlopig. Want is die kwelgeest Fred Balli kwijtgeraakt. Pichon. Het is een absolute aanwinst in die 250cc-klasse. Er had jaren natuurlijk aangegeven dat hij het kan. Maar rijdt hier soeverein in het rond. En aanwijzingen ook voor Pit Beirer. De man die dus rijdt voor het team van Jan de Groot, de tuner uit Schijndel. Beirer, die vindt dat hij nu eindelijk maar eens die wereldtitel moet pakken. Dat was in 1999 tweede en 98 derde, 97 derde. Was in 96 zevende, vijfde in 95. En de vijfde plaats was ook de beste prestatie in de 125cc-klasse in 94 op Suzuki. Ja, je zou zo zeggen, hij verdient het dus wel. Maar hij zou in deze Miguel Pichon toch wel eens hele kwaaie tegenstander kunnen hebben dit jaar. Twee derde plaatsen in Spanje. Op de tweede plaats in de tussenstand om het wereldkampioenschap. En hij lijkt op weg naar zijn eerste heatoverwinning van dit seizoen. En kijk naar het verschil. Cooper al op bijna 1 minuut op de 7e plaats. En Tijbus weet dat Federici inmiddels Sunny voorbij gegaan is. Misschien dat ook hij die mogelijkheid heeft. De voorsprong op Pit Beirer was na 15 ronden 3,5 voor Miguel Pichon. In 88 werd hij Frans kampioen in de 80cc bij de kadetten. Op Honda in 89 ook. Hij werd in 1991 Frans kampioen in de klasse 125cc bij de junioren. Zijn eerste uitslag in het wereldkampioenschap was in 1992. Toen werd hij 19e in de 125cc klasse. In 93 5e en in 94 6e. En in dat jaar won hij 3 heats en 1 Grand Prix. 95 overgestapt naar Amerika, waar hij dus de motocross en de supercross afwerkte.
En sinds vorig jaar dus terug een half seizoen in het team van Geboers, het Suzuki-team. Michael Pichon vanaf het eerste moment aan de leiding. En Weirer lijkt zich verzoend te hebben met die tweede plaats. Lijkt op zeker te gaan. Bolli zit op de derde plaats. Op 10 seconden. Zit er dus zo'n 3 seconden achter Pit Weirer. Maschio, Coppens, Morris, Cooper, Jones, Federici en Alessandro Zanni. Dat zijn de eerste 10. Terwijl we nog een minuut en twee ronden hebben te gaan. Prachtig om naar te kijken. Het rijden van Michael Pichon. Bolli lijkt zich dus hersteld te hebben. Rijdt op de derde plaats. En Tijpers is naar 10. Dan mis ik daar Zanni, die dan weggevallen is. Maar het speelt zich allemaal af achter de rug van Michael Pichon. Pit Weirer heeft goed te maken. 7 seconden, 179.000ste om precies te zijn. Er nog 2 ronden voor straks. En weet ook dat Frederik Bolli minder dan 4 seconden achter hem zit. Bolli die het absoluut geprobeerd heeft. Waarschijnlijk een fout gemaakt heeft. En nog steeds in de wedstrijd zit. We gaan nog 2 ronden rijden. Michael Pichon. 17 ronden afgelegd. En het verschil is 6/17 ten opzichte van Weirer. En Fred Bolli, die haalt het niet, die zit op 11 seconden ruim. Dat betekent dus dat Bolli ook ten opzichte van Weirer niet dichterbij komt. En ook hij zal wat rustig gaan rijden nu. Zal proberen die positie te behouden. Want iedere maas geeft dus punten voor het wereldkampioenschap. Voor de mensen die telling niet kennen. 20 voor de eerste, 17 voor de tweede, 15 voor de derde, 13 voor de vierde. En dan is het 11 punten voor de vijfde. En als u dat dan optelt, komt u op 16. Als u dat met de andere klasseringen ook doet, dan weet u precies het aantal punten. 10 krijgt dus 6 punten. 6 krijgt 10 punten. 7 krijgt 9 punten, 9 krijgt 7 punten. En als u maar op 16 uitkomt, dan weet u dus de verdeling. Tot en met de 15e man, die dus nog 1 punt krijgt. Wat een gat zeg. Slaat deze Michael Pichon, die absoluut niet verslapt, zijn beste tijd van 2:19.355 nog steeds heeft staan. En aan de op 1 na laatste ronde bezig is. Peter Even, nu op de 12e plaats, als tweede Belg. Achter Danny Tijbers. De Kovalainen zit er dan nog tussen. Die verschillen zijn niet groot. Maschio 4, Coppens 5, Morris 6. Federici, dus de 8e man, dan Jones en dan al Danny Tijbers. Die dus 6 punten gaat pakken en Peter Even pakt er dan 4. En Vevilainen is dan de laatste man. Zanni, die bij de eerste 10 reed, is dus teruggevallen naar een plaats buiten de eerste 15. En Michael Pichon kan rustig die wedstrijd uitdoen. Gaat Brochard dan toch